Yes guys, what's up? Welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Paul van Sprendon. Zorg ervoor dat je liked en abonneert voordat we beginnen. En in deze video ga ik het hebben over stop 30 dagen met al je slechte gewoontes. En ik zal met deze slechte gewoontes een aantal opnoemen die jij waarschijnlijk nu doet en die je beter niet kan doen. En wat je leven dus beter gaat maken in de komende 30 dagen. Waarin je dus je leven kan veranderen in slechts 30 dagen. Hoe tof is dat? Schrijf ze nu op. Schrijf de gewoontes op waar jij vanaf nu af wilt om je leven beter te maken. Het kan zijn stoppen met alcohol voor 30 dagen, stoppen met porno voor 30 dagen, stoppen met videogamen voor 30 dagen. Het kunnen van allerlei slechte gewoontes zijn. Het kan ook stoppen met social media zijn, et cetera. En ja, dat zijn eigenlijk gewoontes die je nu even moet opschrijven. Dus pauzeer deze video. Schrijf die gewoontes op die jij niet meer wilt. En dan gaan we door naar de volgende. Waarom heb je deze slechte gewoonte? Schrijf op wat deze slechte gewoonte je geeft. Geneest het je verveling? Geeft het je plezier? Geeft het je zelfvertrouwen? Lost het je eenzaamheid op? Je bent aan het compenseren met slechte gewoontes. Je bent niet een probleem aan het oplossen. Diep weet je dat dit waar is en maakt je enorm ongelukkig. Dus denk na van, hey, ik heb dus deze slechte gewoonte. Waarom doe ik deze slechte gewoonte überhaupt? En hoe zou ik dit kunnen vervangen door iets anders? En om gewoontes te kunnen veranderen, raad ik je ook aan om een andere omgeving te doen. Dus ga in een andere omgeving zitten voor 30 dagen, als dat voor jou mogelijk is, in ieder geval financieel. Daarin is het ook dus heel makkelijk om die gewoontes weg te halen, heb ik zelf gemerkt. Schrijf op wat deze slechte gewoontes van je stelen. Ze kunnen motivatie van je stelen, drive, tijd, jouw gezondheid, jouw mentale gezondheid en jouw geld. Het zijn allemaal dingen die positief zijn en die kunnen ze van je stelen en weghalen van je huidige doel. Oké, schrijf nu op hoe je leven eruit zou zien over 10 jaar tijd als je doorgaat met al deze slechte gewoontes. Hoe slecht is het leven? Heb je een erge ziekte gekregen van sigaretten bijvoorbeeld? Woon je nog steeds thuis bij ouders? Ben je al je haar kwijt? Ben je helemaal kaal gegaan? Ben je dik en lui? En ben je al je dromen vergeten en werk je gewoon in een simpele 9 tot 5 baan? Niet dat er iets mis is met een simpele 9 tot 5 baan als je daar al je voldoening uit haalt. Gefeliciteerd, je hebt de loterij gewonnen. Maar heb je dat nou niet en heb je het gevoel dat er meer is in het leven, dan ben je hier op de juiste plek en dan kijk je naar de juiste soort type video's. Schrijf nu de droom op. In 10 jaar tijd waar je kan zijn, als je gedisciplineerd kan blijven aan al deze dingen. Als je aan je woord kan houden wat je uiteindelijk gaat doen. En als je gaat stoppen met al deze slechte gewoontes. Dan ben je dus rijk, vrij, heb je een lekker wijf, heb je goede auto's, heb je het lichaam van je dromen. Denk op wat is belangrijk voor jou in het leven en wat wil je bereiken en wat moet jij dagelijks doen om dat doel uiteindelijk te gaan bereiken. Dit was weer een gloednieuwe video van mij, Paul van Sprundel, voor jou. Super kort, super valuable en dat is hoe ik het altijd graag wil houden. Drop een like en abonneer en dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.